Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom. Vandaag spelen we een benefiet tennistoernooi om geld op te halen voor het inloophuis. Nou, we hadden een kleine, lastige start met de regen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het me verbaast hoe snel we toch weer aan het spelen konden. En uiteindelijk lopen we maar een half uurtje uit, dus dat is prima te doen. Wanneer er iemand aan kanker komt te overlijden, het heeft zo'n groot impact op het hele gezin. En als wij zien dat mensen die binnenkomen, hoe ze binnenkomen en uiteindelijk na verloop van tijd hoe ze weer weggaan, dan zijn wij daar een heel stuk ondersteuning en begeleiding in geweest. En dat is gewoon zo'n mooi proces om te zien. En ook heel erg belangrijk, want die kinderen die kunnen weer verder, het gezin kan weer verder en dat is gewoon super belangrijk. Het Adem als inloophuis staat in Nieuw-Vennep en dat is eigenlijk echt een woonhuis. Het staat ook in een woonwijk en daar kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld ziek zijn of die ziek zijn geweest of die ziek zijn en bijvoorbeeld niet meer beter worden. Maar ook hun naasten kunnen daar terecht en er werken bij ons 110 vrijwilligers en die zetten zich allemaal in voor de psychosociale ondersteuning van mensen die dus te maken hebben met kanker. Dus ja, je kunt binnenkomen voor een luisterend oor om je verhaal kwijt te kunnen. Maar we organiseren ook activiteiten, informatiebijeenkomsten, lezingen, van alles. Ik ken het huis pas sinds kort. Ik had het liever gewild dat ik het eerder had geweten uit ooit een vroegere ervaring. Maar ik denk dat het een heel goed initiatief is. En zeker voor mensen, maar ook voor naaste mensen die dus te maken hebben met die kanker hebben. Denk ik dat dit een hele fijne plek is om even met lotgenoten te kunnen delen. En daarom wil ik gewoon per se dat er veel mensen veel ijs komen kopen om dit doel te steunen. Eigenlijk kun je zo'n toernooi niet neerzetten zonder sponsoren. Allereerst natuurlijk de tennis. Club. We hebben hier 19 banen en 5 binnenbanen. Die mogen we allemaal gebruiken van de tennisclub. Dus mensen die vrij willen spelen, dat kan eigenlijk niet vandaag. En dat is echt een uitzondering. Dus de club is absoluut een sponsor. De pachters ook, die toch allerlei leuke acties hebben bedacht met bitterballen en een speciaal broodje Adamas. Nou, daarnaast hebben we een aantal sponsors die een baan konden kopen. Dus die kunnen hun naam verbinden aan een baan. En daar hebben ze geld voor betaald. En we hebben ook mensen die prijzen sponsoren voor de loterij. Aan het einde van de dag gaan we een winnend loodje trekken. En die wint bijvoorbeeld een scooter van Scoot2Go uit Hillegom. Maar we hebben ook andere mooie prijzen. Dus daar kunnen mensen nog kans op maken straks. Wij vinden het belangrijk dat als je zelf gezond bent en dat je het zelf leuk hebt met elkaar. Dat doelen moeten ondersteund worden die andere mensen in moeilijke tijden helpen. En dat is de reden waarom wij dit toernooi in Warmhart toedragen. En wij zijn net begonnen met tennis, met de hele familie. Een jaartje of twee zijn we nu bezig. Dus het is voor ons ook leuk dat het aansluit bij ons doelen, namelijk tennis. Aan het tennistoernooi doen maar liefst 81 koppels mee, dus dat zijn 162 deelnemers. En toen we vanmorgen hier om 10:30 stonden en het echt met bakken uit de lucht kwam, dacht ik, oh nee, als ze maar komen. Maar ze zijn alle 162 gekomen, dus dat vind ik echt, dat heb ik ook in de opening gezegd, echt petje af. Want ik vind het super dat je, als je het zo ziet regenen, dat je toch op de fiets stapt en dat je denkt, ik ga er gewoon naartoe en we zien wat de dag brengt. Dus, en uiteindelijk brengt de dag een zonnetje, dus dat is top. Een vriendin van mij is daar gastvrouw, dus zodoende heb ik vorig jaar ook meegedaan en nu natuurlijk weer. Ik ben helemaal weer gezond op dit moment en ik heb goede ervaringen met het Adamashuis zelf en ik ben blij dat het zo goed gaat. Ik doe ook mee voor het goede doel voor het Adamashuis, omdat mijn vriendin die je net gesproken hebt vorig jaar ziek is geweest en ik ook bij het Adamashuis ben geweest en daar ontzettend veel steun aan heb gehad en dit is gewoon top locatie, top plek. En een heel goed initiatief. En ooit heb ik gezegd, zullen we niet tennissen voor het Adamas inloophuis? Kanker is een hele erg ziekte natuurlijk. En ik denk dat de meeste mensen wel iemand kennen die het heeft. Of iemand in de omgeving die het heeft. En ja, dat is natuurlijk iets heel ergs. En als we met z'n allen een steentje daar aan bij kunnen dragen, dan is het heel mooi denk ik. En zeker op een sportieve manier. Dat is natuurlijk het allerleukst. Dat er een onwijs leuke dag. En als we met z'n allen zoveel mogelijk geld ophalen, is het heel mooi meegenomen, denk ik. Fantastisch. Het is hartstikke leuk om zoveel mensen te zien die het Adem als een warm hart toedragen, maar ook heel sportief bezig zijn. Ik weet niet of je al rondgelopen hebt, de sfeer is geweldig. Dus het is heel leuk om plezier te vermengen met het ophalen voor geld voor het Adem als. Ja. Een inloophuis, de naam zegt het al, de mensen lopen in om...
ja, te praten over wat hun op dit moment bezighoudt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de afdeling met de kinderen. Dus wij organiseren heel veel activiteiten voor kinderen die te maken hebben met kanker. Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom.